In het afgelopen weekend hebben we gezien dat demonstranten die gebruik maakten van hun demonstratierecht om te demonstreren tegen racisme en discriminatie, demonstreren tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet, werden belaagd door idioten onder dreiging van geweld en werden bekogeld met eieren. Wat DENK betreft is dit onacceptabel. Mensen die demonstreren tegen racisme en discriminatie, die moeten veilig zijn. Die moeten vrijuit gebruik kunnen maken van hun recht op demonstratie. En waar dat in het gedrang komt, moet de politiek dat veroordelen. En dat doet DENK hier in de Tweede Kamer.